Twee kostbare schilderijen die eind vorige eeuw zijn ontvreemd zijn afgelopen week weer opgedoken. Twee identieke schilderijen zijn bij een gewelddadige roofoverval in 1999 in Bilthoven buitgemaakt. Vermoedelijk gaat het om dezelfde. Bij de roofoverval werden destijds 7 kostbare schilderijen ontvreemd. De 5 andere werden een paar jaar geleden al teruggevonden. Een 37-jarige man uit Leeuwarden werd afgelopen woensdag door de politie gecontroleerd omdat hij mogelijk in de bezit zou zijn van een wapen. De verdachte reed samen met de 24-jarige man uit Rijswijk door de Begoniastraat in Leeuwarden, waar de politie hen tot stoppen dwong. Bij de controle werd een stroomstootwapen aangetroffen. Hierna heeft de politie de woning van de Leeuwarden doorzocht. In een loods vond men 3 kilo hennep en de 2 schilderijen. Zowel de kunstwerken als het stroomstootwapen zijn in beslag genomen. De Leeuwarden werd aangehouden op verdenking van heling en de Rijswijker werd vrij snel weer vrijgelaten. De 2 schilderijen zijn vermoedelijk werken van Jozef Israëls en Wouter Verschuur. Er volgt nog een onderzoek naar de echtheid van de schilderijen.